The Emperor is back, maar niet hij alleen. Somehow, Star Wars. Ja, niemand weet hoe. En hetzelfde kunnen we zeggen over Star Wars games. Want JJ kwam in mijn inboxje met dat er ontzettend veel Star Wars games aankwamen. En toen zei ik, oh ja, is acht, het zo? Volgens mij. En toen bleek dat te kloppen. Ja. En wij gaan het er eens even over hebben. Ja, het heeft er ook simpelweg mee te maken dat EA, die heeft sinds 2013 de Star Wars franchise. Mm-hmm. Licentie. Exclusief. Ja. Licentie inderdaad. Hoeveel games zijn uitgekomen? Battlefront 1, 2, Jedi Fallen Order? Ja, nog wel. Het zijn Squadrons. Squadrons inderdaad, ja. Vast nog wel. Een Lego game al volgens mij. Dat stel ik niet. Die kwamen eigenlijk altijd al wel. Ja, fair enough. Maar wat is er nog meer geweest? Er is vast wel iets geweest sinds... hoe heet het misschien nog net aan? Was de Force Unleashed niet rond die tijd? Nee, dat is nee, wel nee, maar... Nee, dat is heel weinig. Dat is ja? PlayStation 3 volgens mij. Ik denk dat er 4 zijn uitgekomen. Dat is heel weinig. Dat is echt super weinig. Dat is ook een van de redenen, naar het schijnt, dat Disney niet heel erg tevreden was. Los van de Battlefront 2 hele situatie natuurlijk. Dat ze niet heel blij waren met EA. Dat ze Disney wel weinig, wil meer. Disney wil meer. Dat weten we. Was Fallen Order van EA? Ja, zeker. Ah. Van Respawn Entertainment. Oké, okay. Ja, ze willen een paradepaard van EA. Ja. Maar zeg maar, toen dat tot een kookpunt kwam, zeg maar, die onderhandelingen tussen, althans, de woede van Disney, van de Miles, dat er niet genoeg games waren. Dat was ook een moment dat Ubisoft aankondigde dat ze bezig waren met een Star Wars game. Ondanks dat EA de exclusiviteitlicentie had. Ja. Maar wat we natuurlijk ook toen hebben gezegd is dat die licentiedeal liep af vorig jaar, volgens mij? Nee, volgend jaar. Oh, volgend jaar? Ja. Dan pas. Ja. Maar ja, dan kan je natuurlijk, je kan wel zeggen dat je er al aan bezig bent. Nou, officieel mag dat niet, maar nee, denk je dat ze hadden geen podium op staan, omdat Disney gewoon boos was. They had the high ground, zou je kunnen zeggen. Ze hadden zeker de high ground. Maar denk je dat EA er toen ook voor het eerst achter kwam? Vast wel. Hoe heet dat? Ja, ik denk dat EA zoiets heeft van, we moeten ons bek houden, we kunnen hier niks tegen inbrengen. Nee. Weet je wel, we hebben op dat die moment hadden ze nog kwijt, maar het beter moeten doen. Hadden ze nog maar 2 games uitgebracht, Battlefront 1 en 2, en allebei niet goed gedaan. Maar dit lijkt alsof het een ding is over kwantiteit. Ja, ja ook, maar daar zijn toch afspraken over gemaakt? Van, hey, we willen dat jullie zoveel games niet maken. En daar hebben ze nu wel spijt van. Ja, dat is weird. Dus en je helemaal, af doet. Omdat je dan het met EA doet, waarvan je denkt dat ze er elk jaar wel iets uitpoepen. Ik denk dat je het inderdaad, omdat ze al naar EA gaan, weet je wel, dat is al zo'n massa productie. Oh, dit wordt lekker helemaal leeg gebrongen. Ja, ik denk dat het niet eens in is opgekomen, terwijl je bijna niet kan voorstellen, als je weet hoe gedetailleerd die contracten zijn, maar er is kennelijk ergens iets misgegaan. Maar, ondanks alle romslomp omtrent Battlefront 2, uiteindelijk is dat volgens mij ook een hele goede game. Zeker. Eigenlijk zijn het wel allemaal. Squadrons valt ook iets voor te zeggen. Ja. Dus Squadrons, het enige probleem van Squadrons is gewoon de niche. Weet je wel? Ja. Want de mainstream zit daar niet op te wachten. Er was zo'n andere. Of was dat Battlefront waarin je inderdaad zo'n vliegmissie kon doen in VR? Dat was Battlefront 1, ja. De X-Wing VR mission. Die was ook trouwens best wel vet. Maar dus eigenlijk waren al die 4D games niet per se heel slecht. Alleen ze hadden hun onwijze mankementen. Ja, maar Battlefront 1 was gewoon van, EA DICE gaat nu een Battlefront game maken. Dat gaat de shit worden, weet je wel? Want dat is wat iedereen wilde. Gewoon een Battlefront gemaakt door DICE. Ja. En toen hebben ze de meest toegankelijke shit ever van gemaakt. Want ze hadden zoiets van, dit is niet voor gamers. Dit is voor Star Wars fans. Ja, weet je wel? Ja. Daar ging het al mis. Battlefront 2 was de hele lootbox affaire natuurlijk. Want met de game zelf, los van wat progressie dingetjes, stak de game gewoon zelf fucking goed in elkaar. Dus dit is 2, denk ik. Dit is 2. Maar heeft dat ook niet een beetje nostalgiewaarde van de Battlefront serie? Want dat is toch altijd al gewoon fanservice galore? Ja. Ja, maar hoe bedoel je? De oude delen. Dus dat is toen niet zozeer gek dat ze een hele toegankelijke game maken. Jawel, want die vorige, dat waren gewoon echt goede games. Daar was niks toegankelijk aan. En Battlefront 1 hebben ze gewoon echt voor baby's gemaakt. Ja. En Battlefront 2 hebben ze een gouden middenweg gevonden, laat ik het zo zeggen. Je had van baby's? Van games gemaakt voor baby's. Pas op, jongen, je wordt hier gecanceld, jongen. Kijk wel uit, ik heb net... Yui Bey. Eerst Pokémon kapot gemaakt. Yui Bey, Michael Bey. Wel uit. Precies. Het is een mooi rijtje. Wie van de drie? Wat vinden jullie ervan, jongens, dat er nu zo'n bombast, nee, niet bombastisch, gewoon een waterval aan Star Wars games aankomt? Zitten we daarop te wachten?
Het is een rare Star Wars tijd een beetje, toch? Ja. Dat is het. Gewoon abundance, inderdaad. En daar hebben we natuurlijk ook in nerd culture wel eens over. Ik vind dat zelf niet per se een slecht ding. Want als je uiteindelijk in plaats van 2 of 3 games die er dan uitkomen, 8 uit kan kiezen, dan zit er misschien 2 of 3 ook weer naar je hoesting bij. En ik ben daar niet mee eens. Want hoewel die gelijk heeft wat dat betreft... Die? Gewoon ik? Te veel, bedoel je? Die gast die naast je zit? die. Nee? Ja, oké. Okay. Hij, Jelle. Ja. Iedereen weet wie die is, toch? Die. Maar het ding bij mij is daar gewoon mee. Ja, je hebt gelijk. Behalve dat het als er gewoon te veel drollen uitkomen, dan krijg je franchise moeheid en dan is het klaar. Ja. Weet je wel? Voor de lange termijn moet je gewoon zorgvuldig zijn. Niet met aan 25 shows tegelijkertijd werken. En ook niet aan 8 games. Ja, en ik denk ook wel dat Disney natuurlijk met Marvel hebben ze gewoon... Ze hebben de gouden... Een verhaal vertellen, dat kan je in principe vrij formulematig doen. En dat doen ze natuurlijk met Marvel. Daar hebben ze geleerd. Dat kunnen ze in Star Wars series, ondanks dat ze het nu al wel een beetje aan het verkloot zijn. Ja. Maar dat ga ik discussie voor een andere keer, zeker niet. Dat kunnen ze gewoon, zeker nu met die nieuwe techniek, kunnen ze dat vrij snel maken. En zo, die verhalen zijn goed. Daar vertrouwen in dat Disney goede verhalen kan vertellen, want dat is wat ze doen. Dat doen ze al jaren. Bij een game is er nog een stukje gameplay. Dus dat is wel iets anders. Nou, als er heel veel games komen, zijn dat denk ik minder goede games dan als er heel veel tijd in één goede game wordt gestoken. Wat ik gewoon zie, en dat zie ik zowel bij de films, de series als bij de games... Ze gooien gewoon alles wat ze hebben. Gewoon een heel pak spaghetti tegen de muur. En kijken wat blijft plakken. Weet je wel? Van, ja, als je het goed gekookt hebt, bijna alles. Maar... Ja, maar hier niet. Nou, en wat het natuurlijk ook is dat volgens mij hebben ze nu weer Lucasfilm Games. Lucas Games. Ja, nee, Lucasfilm Games. Lucasfilm Games. Ja, het slaat helemaal nergens op. Maar het is niet LucasArts ook. Maar die hadden ze natuurlijk heel lang niet. Waardoor ze ook gewoon niet echt quality control hebben gedaan. Ja. En nu hebben ze weer volgens mij een tak waarop... Want omdat ze nu ook niet alleen maar met EA doen... met al die studio's moeten praten... is er weer een tak die gaat kijken van... Oké, maar wat moet dit dan zijn? Dus dat is natuurlijk in principe best... Dat is heel belangrijk. Krankzinnig dat dat niet al vanaf het begin is op. Nee, want dat is ook met meteen... krankzinnig dat je een nieuwe trilogie gaat bedenken... en niet de trilogie. Maar dat is toch het eerste wat Disney heeft gedaan? De LucasArts gekild? Ja. Nee, volgens mij was het al dood. LucasArts, ja. Maar nee. LucasArts is een studio. Game studio, ja. En Lucasfilm Games is een uitgever, niet per se, maar... Nee, de gaming tak van hun uitgeverij. Of, dus maken niet zelf games, zeg maar, Lucasfilm Games. Nee, het is een soort van quality control. Nee, dat is LucasArts. Ja, oké, maar toen was er nog geen Lucasfilm Games, toch? Toen had je alleen maar LucasArts. Echt twee gescheiden dingen. Eentje is een studio. Ja, I know. I get it. Maar het is ook iets van daarna pas. Bedoel ik. Dat hebben ze nu bedacht. Dat er een soort van overkoepelende uitgevende partij komt. Omdat dat goed werkt als Kevin Feige voor Marvel het doet. Weet je, dat soort dingen. Dus dat hebben ze nu ook voor... Komt een spaceship. spaceship landen achter. Shoe lasers. maar, en het andere ding is... En dat zei jij ook van... Hoe voelt het dan als je omdat je nu bedolven wordt onder? Maar dat is in principe niet zo. Want het zal niet... Deze games komen niet alle 8 in 1 maand uit. December maand Star Wars game maand wordt. Dat nee, weet je. Dus volgend jaar komen er een paar verspreid waarschijnlijk uit. Dit jaar misschien al. En dan het jaar daarna nog eens. Of het jaar daarna nog eens. Maar hadden ze het dan allemaal moeten aankondigen? Ja, omdat iedereen wilde vette Star Wars games. En nu zijn er potentieel, zo zie ik het dus in ieder geval. Nu zijn er potentieel, nou ja, Lego Star Wars, whatever the fuck. Maar 7, dus dan maar zeg 8, potentieel coole games. Ik wil nog wel een lans spreken voor Lego Star Wars, whatever the fuck. Hoeft niet eens, want mensen, de franchise is echt enorm geliefd. Lego het is Star ook, het is jammer. Het is mij, eigenlijk man. Is het alleen jammer stuff, dat het eruit ziet als Lego. Maar verder is het de meest complete... Het is andersom. Het is cool dat het eruit ziet als Lego, maar voor de rest is het een domme kinderpuzzel. Nee, want je zo kan er niet, ook, je kan amper Lego'en... Ja, je kan niet Lego, het is een platformer. Ja, precies. Ja, dus, maar dat zou toch vet zijn als het gewoon eruit zag als hoe het eruit hoort te zien? Like, real. Ja, maar dan heb je niet een kindergame, maar een hele marginale platformer. Ik denk dat je een best wel vette platformer hebt. Nee. Nou, vind je Lego, vind je al die Lego games nu een coole platform? Ja. Nee, je kunt ook nu beginnen met die game. Over begonnen. We zijn al over beginnen. Ik hoeft niet deze volgorde aan te houden. Anders gaat het fout in mijn hoofd dadelijk, jongens. Ik vind Lego Star Wars, ik vind dat vet. Ja, maar waarom? En deze game, even wat over deze game. Want hoeveel Lego Star Wars'ens zijn er al dit uitgekomen? Dit is de Complete Skywalker Saga. En die hebben we volgens mij al een keer de Complete Saga gehad. Maar nu hebben we ook... Nu hebben we de Complete Skywalker de sequel. Oh, dat is erbij. Het. Ja, de sequels, dat is het. Die zijn volgens mij ook nog niet uitgekomen. Uit?
Als nee, die hadden heel veel vertragingen. Volgens mij is het ook wel dat de oude films niet meer gewoon remasters zijn. Dit ziet er toch veel te basic as fuck uit. Ik vind het er leuk uitzien, dat is het ding. Ik heb een grote voorliefde voor Lego. Ik heb het over de gameplay, ja, niet Lego. Want Lego vind ik vet. Ja. Ja, maar het zou toch vet zijn om gewoon een makkelijk wegspelende, simpele game te hebben. Die eruit ziet als de real deal. Nee, als het gewoon een soort van Uncharted was, maar dan... Nee, dat wil ik niet. Dat is er vast wel. Dat is er niet. Nee, nu even hoe lang niet. Geleden hebben we een game gehad die echt op de films gebaseerd is? Die niet Lego is. Maar waarom wil je dat? Want je hebt die films al. Dus waarom wil je de films naspelen? Dat is ook mijn vraag. Omdat ik dan het gevoel heb dat ik iets bijdraag aan het avontuur. Okay. Dat is dezelfde reden. Waarom zou je Uncharted spelen? Omdat je nog niet weet hoe het verhaal afloopt. Oh ja, maar ik kan makkelijk gewoon ook elk jaar Uncharted nog een keer spelen. Ja, okay. Dat is hetzelfde als dat ik zaterdag een film wilde gaan kijken en de hele tijd door Amazon zit en uiteindelijk Indiana Jones ga kijken. Ja, dat wil ik ook vaak. En dat heb ik met Star Wars ook. En dan zou ik het wel vet vinden als ik het gewoon af en toe ook kan spelen in plaats van dat ik het ga kijken. Dat is dit. Ja, maar dus zou ik het vet vinden als het eruit ziet als... Niet Lego. Ja. Hm. Of ik vind dat echt het sterke punt van deze games zijn Lego. Dan moet de hele wereld ook Lego zijn. Dus geen realistische backgrounds meer. Maar als ik het goed begrijp, je vindt Lego heel vet. Ja. Maar dan wil je dat de Lego Star Wars games er niet uitziet als Lego. Ja. Nee. Ik wil of het een of het ander. Dus ik wil of een Lego game waar het veel meer ook om Lego draait. Dat veel belangrijker is dat je eigen ships kan maken. Ja. Een eigen planeet. Nou, dat is gek. Het is geen Lego game. Het heeft een Lego look. Ja. Ja. Maar ik vind het hele idee van dat je die hele saga kan spelen. Ja, vet. Dat vind ik heel vet. Ja. Maar zitten we dan hierop te wachten in deze vorm? Want we kunnen wel zeggen van... Ik niet. Nee, ik ook niet. Nou, ik weet dat ik... Kijk, toen de eerste game die daarvan uitkwam, dat was ook de prequel trilogie. Dat is niet eens, de eerste was niet de originele trilogie. Nee. En dat is echt in de tijd dat ik nog jong genoeg was om dat het allervetste ooit te vinden, zeg maar. Misschien was ik, nou, ik denk dat ik wel de leeftijd jaar of 15. Veel jonger, hoop ik. Ik leerde twee dingen ontdekken op die leeftijd. Meisjes en Lego. Ja, ik wou het zeggen. Lego games. Nee, maar ik herontdek Lego weer in mijn 30ste. Dus daarom, het is fijn. Lego is voor iedereen. Er is weinig zo voor iedereen als Lego, denk ik. Disney. Ja. En daarom is dit een goede combo. Perfect. Alleen ze doen het inderdaad. Ze doen niet genoeg met Lego. Met Lego wat het is. En het is niet hardcore genoeg om het voor niet Lego te doen. Maar wanneer heb je voor het laatst zo'n game gespeeld? Heel lang geleden. Nee, helemaal niet. Nee? Ik werk bij GameKings. Ja, dus dat gebeurt best vaak. Ja? Komt er heel vaak. Lego Batman, Lego whatever the fuck. Ja, maar Star Wars Lego. Is wel... Nee, het is precies dezelfde games. Precies dezelfde games. En dat is wat ik er jammer aan vind. Is dat het gewoon... De games zijn gewoon niet goed. Nou, toch zijn ze enorm geliefd. Dat ik, ben wel, ik wil wel graag... Ja, ik dat, wil dit toch wel een kans... IJsjes ook. Weet ik veel. IJsjes zijn ook lekker. Oké, soft ijsjes bijvoorbeeld. Dat is niet lekker. Tering lekker. Ja, Discord dip eroverheen als downloadable content. Jezus. Weet ik veel, een raketje of een Calippo Cola is amazing. Wat een voorbeeld hebben. Ja. Je gaat iets heel kuts en dan ga je allemaal ijsjes opnoemen. Ja, maar ik zeg een raketje is nice en een Calippo Cola is nice. Maar een soft ijsje is echt fucking heerlijk. Voor vanilla ass nerds. Ja, en dat is echt insane. Ja, maar die zijn echt inderdaad soort van een patatje... Oké. Okay. Nou ja, ik ben benieuwd. Maar wat er nog meer uitkomt, en dat is denk ik... ik heb nog niet het hele lijst gezien, maar wat mij het meest vet lijkt... Dat is de Jedi Fallen Order sequel. Zeker. Volgens mij hebben jullie het daar ook al over gehad. Is die van Respawn? Ja, zeker. Hoe heet het? Er komen 3 Star Wars games van Respawn uit. 3? Ja. Hier op dit lijstje staan er volgens mij maar 2. Dus ik ben benieuwd welke. 3 staan ze erop. Oké, nice. Ja, absoluut. Nee, en ik denk dat ze hiermee zichzelf hebben bewezen. Want iedereen had natuurlijk gigantische vraagtekens bij toen Vincent Pella. Wij zaten er vlak achter toen hij het aankondigde. Dat hij een Star Wars game ging maken. Is dat zo? Waar waren we toen? Toen waren we bij EA Play en Palladium. Oké. Hollywood Palladium. Vet. En we zaten echt 4 rijen achter hem of zo, denk ik. En daar kondigde hij aan dat hij met Jedi Fallen Order bezig was. En toen had iedereen zoiets van, maar Respawn, dat zijn toch shooters? Gaan ze... Weet je, EA heeft al geen goede track record met Star Wars games. Er moet nu een banger komen. Dan ga je toch niet een shooter fucking... Een shooter fabrikant een third person action game laten maken. Maar ja, het is gewoon een goede studio. Ze kunnen gewoon dingen. Nou ja, sterker nog, ja, dit was fantastisch. En gewoon, als je het hebt over gameplay... Deze gameplay was echt ijzersterk. En je ook nog gewoon vette verschillende planeten. Cal Kestis, een ginger die cool vindt. Oh wel, ik wou net zeggen, ik heb het natuurlijk nog niet gespeeld. Maar ik vind elke keer als ik shit zie, vind ik het echt heel kut dat dit de main character is. Nou, hij is de main character. Nou, hij is oprecht echt cool. En ik hoop hem ook... Hij is niet super cool, toch? Ik vind hem best wel cool. En ik hoop hem ook echt
heel graag, en het kan ook niet anders, omdat hij natuurlijk ook gebaseerd is op een echte acteur. Ik zou hem echt heel graag in een film of een serie willen zien. Maar dat gaat gebeuren, denk ik. Het vervolg wordt dan, 100%. Wordt het dan Jedi 2? Of wordt het Jedi Fallen Order 2? Hoe heet de serie? Jedi 2, denk ik. Ja, hoe toch? Hoe ze het origineel hadden verwoord. Het is Jedi. Wordt het nu Jedi Order. Ik heb namelijk, dat is wel heel grappig. Jij had namelijk inderdaad ook in de dinges gezet Star Wars Jedi 2. Of het Star Wars Jedi sequel. Ja. En toen had ik zoiets van, die game heette Fallen Order. Dus dat heb ik erbij gezet. Maar inderdaad, dat is een grappig vraagstuk. Ik denk dat de game Fallen Order 2 gaat heten. Omdat ik weet hoe onorigineel veel game als ze hun eigen regels volgen, dan zou het Jedi 2 moeten zijn. Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Nee, heel dat zou amazing zijn. Als hij gewoon een soort van response Jedi 2. Ja. Dat fucking zou vet. Supercool zijn. Het is amazing. Twee lightsabers. Maar hetzelfde bijvoorbeeld. Hetzelfde als vroeger met Dark Forces. Je had Dark Forces, dat was die shooter. En dat werd uiteindelijk Jedi Knight. En je hebt Dark Forces. En de tweede heet Dark Forces Jedi Knight. En de andere heet weer Jedi Knight Jedi Academy. Jedi Academy. Ja, maar dat is dan weer een beetje messy, toch? Ik vond die game kan wel nog. Ik vond het een hele vette game. Maar bijvoorbeeld ze probeerden ook af en toe wat Uncharted-achtige dingetjes te doen. Dat je in die AT-AT zat en zo. En daar ging het een beetje mis voor. Al vond ik heel vet. Ja? Ja, dat vond ik juist precies de break die ik nodig had om gewoon vette shit in het Star Wars-universum te willen zien. Helemaal over de top. Maar toch nog wel dat je denkt van, ja, dit zou wel kunnen gebeuren, weet je wel. Ja, ik voelde voor mij een beetje out of place en ook niet, het bestuurde niet helemaal soepel voor mij. Nee, dat merk je wel, man. Oké. Maar jij hebt hem nog niet gespeeld? Nee, ik heb hem een stukje gespeeld, helemaal in het begin. En ik heb hem nu net binnengehengeld op Amazon Prime Gaming, ja. Volgens mij. Okay. Was gratis. Vorige maand. Is geen geld. Deze maand. Dat was inderdaad letterlijk geen geld. Maar is het voor PC dan? Ja. Oké. Dus ja, ik ga hem wel binnenkort denk ik een keer aanslingeren. Vorig jaar pas gespeeld. Op mijn PlayStation 4. En die had mijn oude PlayStation 4 2020. Heel erg zwaar mee. Die game is volgens mij nog ouder dan dat. Kan zo met hij komt uit 2018. 18? Nee, 2018. Maar er is tegenwoordig wel een PlayStation 5. Sorry, deze game is 4 jaar oud. Ja. Jedi Fallen Order 1? Nee, doe het normaal. Ja. Naar welke film? Heb ik echt 2 jaar weggedronken in mijn hoofd. Het voelt alsof de Rona een blip heeft veroorzaakt. Gewoon de afgelopen 2 jaar. Ja, ik schrik met Lazarus. Ja. Ja, maar Rise of Skywalker is denk ik toch ook alweer 2-3 jaar geleden? Ja. Dus dan. Jesus Christ. Ja. Dude, wij zijn naar Battlefield 2 geweest in Zweden. Ja. Dat is 5 jaar geleden. Ja, dat snap ik wel. Ja, dat is nog een jaar later uit. Dat snap ik niet. Nee. Dat Battlefront 2 voelt als 4-5 jaar terug. Deze game voelt als net verse 2 jaar terug. En het was inderdaad wel een blip, corona. Maar verjaardag. Ik zweer het je dat het een 2020 game is. Mei, dus het was sowieso. Eind 2019. Ik denk 19. Dat is het. Eind 2019. Ja, oké, daarom dus. Oké, vooruit. Het valt mee. Ja. Maar ze gaan niet alleen Jedi Fallen Order, nee, Jedi 2 maken. Vanaf nu Jedi noemen we het, ook, we noemen het, ja, Jedi, we noemen het 2. Jedi 2. Ja. En het zou vet zijn als we nog een soort van tweede subtitel ook alvast bedenken. En dat hoeft niet. Ja, dat hoeft ik dus niet, moet niet. Ik vind het zo dom altijd. Fallen Order heet. Oké, dus gewoon nee. Jedi 2. Rise of the Ginger. Ja. Weet je, zoiets wordt het ik dan. Ik vind altijd de subtitels bij Star Wars. Vooral George Lucas, die ze echt heeft gebaseerd op jaren 50 monster movies en Alien movies. Vind ik heel vet. Dat wil ik. Ja. Maar ik zit nu van orde. Kan ik me niet eens meer goed herinneren waarom dat nou eigenlijk... Star Wars Jedi 2, Rise of the Body Snatchers. Fact. Die wil ik Rise of the nog iets wordt er denk ik. Maar ze zijn met meer bezig, want er komt ook een first-person shooter aan. Van Respawn, ja. Announced alongside the Jedi sequel. Hij gaat niet Jedi 2 heten. Hij gaat gewoon Star Wars Jedi, dubbele punt, met een andere subtitel. Ja, dat denk ik ook. Of ja. Jedi met 2 i's. Is dat een ding? Nee. Gewoon, nou. Oké. Not much has been revealed about this game yet, but we do know Peter Hirschman will serve as director. He previously worked on a huge number of Star Wars games, including the original LucasArts Battlefront titles. Ja. Multiple Lego Star Wars games, dat is ook iets voor mij. Crap. The Force Unleashed, as well as shooters like Medal of Honor en Mercenaries Playground of Destructions. Ja. Force Unleashed was in die tijd wel heel vet hoor. Force Unleashed was cool. Zeker. Maar dat zijn de enige... Ja, oké. Okay, dat was geen topgame, maar hij was gewoon tof. Ja, maar heel veel van deze games waren geen toppers.
Waren leuk. Niet meer dan dat. Dus dit is de original Battlefront zijn natuurlijk voor heel veel mensen wel. Ja, zijn die, die heb ik niet gespeeld. Ja, dat, maar volgens mij heb ik daar ook altijd heel veel soort van. Ja, het had zoveel ver verder kunnen zijn. Maar het was uiteindelijk vrij matig plat. Marginaal. Wat er in ieder geval te zeggen is. Battlefront 2 was wel heel vet. Omdat je gewoon battles ook in space. Ja. Vanaf het land in space. Dat was amazing. Ja. Dat was 3. Dat kon op een gegeven moment. Nee, dat wilden ze in 3 inderdaad doen. Maar hier kon je in capital ships landen. En daar kon je dus in de ship vechten. Maar dan voelde het gewoon alsof je een normale shooter aan het spelen bent. En je kon ook gewoon in die hangar in een X-Wing stappen. En dan gewoon rondvliegen. En, dan heeft mijn hoofd iets verzonnen. Maar ja. wat deze games wel allemaal met elkaar gemeen hebben. Wat shooters dan voor zich. Nee. Nee, want Lego zit er ook tussen. Het geeft wel allemaal een liefde voor... Het begrijpt Star Wars. Je kan zeggen, Force Unleashed was misschien niet de beste game... maar story-wise begreep het Star Wars heel goed. Vet. Het was heel gewoon, vet. Gewoon het idee was heel vet. Lego Star Wars doet, ondanks dat het super kiddie is... wel iets heel funnies met de lore van Star Wars altijd. Ja. Die begrijpt het ook. Battlefront, 100%. Dus het is wel iemand die duidelijk liefde heeft voor Star Wars. Maar wat is zijn... Dat is de director. Ja, oké, game director. Dus maar heel die eerlijk, ik denk dat dit gewoon een nieuw deel gaat worden in de Jedi Knight-serie. Of een soort van game in de geest van de Jedi Knight. Want ik weet niet of ze daarmee door mogen gaan. Kan jij Republic Commando nog herinneren? Zeker. Dat vond ik een fucking vette game. Ik ook. Maar ik denk niet dat het dit gaat worden. Dat is ook verliezen, simpelweg toch? Omdat je... Nee, dat was je een kloontrooper. Vond je ook als kind. Ja, bij Commando. Ja, dat is echt super vet. Ik denk dat dit Battlefront 3 gaat worden. Nee. 100% niet. En waarom ik denk dat dit een soort van Jedi Knight game gaat worden? The Force Unleashed? Nee, ik was al bezig. The Force Unleashed is een game waarin je Force Powers hebt. Het wordt gemaakt door Respawn. Jedi Fallen Order heeft Force Powers. En ze weten shooter kunnen maken. Nou, welke game combineert Force Powers met lightsaber actie en shooting mechanics? Jedi Knight. Battlefront. Maar waarom zou je niet gewoon iets nieuws verzinnen? Toch? Ja, het zit ook wel voor. Het zou kunnen, maar daarvan weten we dat het waarom niet zou je maken. Niet iets nieuws verzinnen? Ja, is dat zo? Ja. Dat hebben ze al gezegd. Ja, DICE gaat het niet maken. En voor de rest niemand anders ook. Nee, zij? Nee. Maar zij gaan dit doen. Ik zweer het je, dit wordt Battlefront 3. Disney focust zich momenteel heel erg op de tijd tussen... Ik ook. Tussen, terwijl jullie even doorpraten. Het focust zich toch tussen Jedi en... hoe heet de eerste film? Force Awakens. Ze zijn alles op alles aan het zetten om de tijd tussen dat te fixen, zodat mensen de sequel trilogie iets minder kut vinden. Ja, dat is wat ze aan het doen zijn. Ik vind dat ze dat gewoon moeten opgeven. En, ja, nee, maar serieus. Ze doen het. En ik merk inderdaad, dus van een aantal sequel characters maken ze echt toffe backstories. Hmm. Die ook wat meer verklaren waarom shit in één keer random gebeurt. Maar laat het rusten, man. Niemand vindt die shit cool. Dus don't try to fix wat niemand cool vindt, weet je wel. Nee, maar hij vindt het wel cool, zie ik. De Rise of Skywalker heeft alles verneukt, begrijp me niet verkeerd. Maar er zitten echt wel coole dingen. Iedereen schrijft een soort van de sequel trilogie helemaal af. Ik vond The Force Awakens vond ik leuk. Last Jedi heeft ook een hele hoop vette dingen. Nee. Ja, heeft vette dingen. Maar uiteindelijk was het natuurlijk wat de film met het verhaal. Ik vind het idee, namelijk wat iedereen kut vindt. Het idee dat Luke juist gone bad, het gaat vind ik juist super cool. Waarom zou ik nog een keer... Nou, ten eerste, ik kan het je uitleggen. Hè? Ik heb het al vaker hier uitgelegd. Dus voor mensen gaat dit een herhaling worden. Luke heeft het allermoeilijkste heeft hij al overwonnen. Heeft hij al overwonnen. Dat was zijn hele fucking journey. I know, maar daar valt ook genoeg op aan te merken. Maar dat is we hebben ondertussen gezien wat een insane psychopaten massamurder Darth Vader is. Voordat je er doorheen gaat, fuck zou je die? Voordat je er doorheen gaat schreeuwen. Dus... Dat is afgerond. Dus ook al valt er wat aan te merken op die journey. Prima, die journey heeft hij wel doorgemaakt. En is afgerond. En letterlijk in de meest evil guy van het universum. De meest evil guy die echt verantwoordelijk is voor miljarden doden. Als het niet meer is. Daar kan hij vergiffenis in vinden. Maar het neefje van zijn zus. Of de zoon van zijn zus. Daar grijpt hij meteen zijn lightsaber bij. Fuck off. Bullshit. En los daarvan, dat maakt niet eens uit. Maar die hele film is gewoon kut. Met de allerlangzaamste chase die nul fucking sens maakt. Ja, maar, echt nul fucking sens maakt. En dan ook nog dat ze daar in ja, maar fuck die sens. Het is fucking Star Wars. Het heeft nooit sens gemaakt. Nee, dat is gelul. Dat is geen gelul. Als je, die, gelul. Je kan op dezelfde punten de originele trilogie het ook is gewoon wel een kut kapot maken. En de originele trilogie steekt veel beter in elkaar. Die chase is gewoon een plot device. Dus er is genoeg op die film aan te merken. Maar het hele idee van dat zijn verhaal rond is en dat er daarom wat hij nooit meer iets wat met heeft de character kan gebeuren. Nee, maar jij focust nu hyperfocus je nu op een. Wat heeft de sequel trilogy nu toegevoegd dan?
Nou, in ieder geval dat Luke bijvoorbeeld gewoon een old-ass motherfucker was. Ik vind dat cool. Dat was en een Kylo Ren, bijvoorbeeld. Kylo Ren is cool. Je hebt het niet over karakters. Is cool, punt. Ja, maar wat heeft die film gedaan? Niks is gebeurd. Er waren coole characters. Ja, er was een... Force is Awakened. Starkiller. Maar dat, ik zeg net... Team Return. Luister, ik zeg net, Rise of Skywalker heeft het verpest. Nee. Daar ben ik het mee eens. Last Jedi heeft het verpest. Nee, dat is niet waar. Jawel. Sterker nog, als het geëindigd was met Last Jedi, had ik het best wel cool gevonden. Gewoon die New Hope. Letterlijk een nieuw hoop. Dat was gewoon cool. Nee. Anyway, is die games, hè? Welke, waar we beland? First Person Shooter. Dat wordt Battlefront 3 en nu gaan we naar de volgende. Ja, je vindt het niet belangrijk dat er een verhaal wordt verteld over drie films? Nee, dat is onzin. Dat vind je niet belangrijk. Hier gaan we het zeker een keer, over hebben. Dan zit ik er, als het goed is, alsjeblieft niet bij. Ik wil ook wat beter voorbereid zijn. Gaat me nu... Hier moet een battle met uitgekiende research van jouw kant en van jouw kant. Dat je dat nodig hebt, dat zeg al genoeg. Ik heb me toch ook niet voorbereid nu? Nee, laten we daarom nog. Ik vind het dodelijk saai. Bitreactors, Star Wars. Down your back goes! Nee, Bitreactors, Star Wars. Alles wat kut is, dat je dat cool vindt. De Skywalker saga, Lego Star Wars, vind je cool. En dan heb je je vraagtekens bij Jedi Fallen Order. Ja, dat is raar. Je had je net toch niet vraagtekens bij Jedi Fallen Order? Weet je, ik chargeer. Maar dat is het gevoel, heb ik. Ja, oké. Okay, nee. Ja, nee, hij zet wel de hele tijd de tegendraadse mening. Hij zegt ook dat Pokémon Arceus een kutgame is. Toen jij de bioscoop uitkwam bij The Last Jedi, vond je toen meteen een kutte film? Ja. Staat op camera. Hij had een soort van met een prellipje. Ja, met hoe zat hij uit de melk klaar. Maar was dat de hele film of was dat omdat het Luke verpest was? Nee, de hele film. Ja, dat was wel een vette scène. Gewoon... Art direction technisch was die vet. Maar, okay. En die shit ook met Rose. Het laatste, het laatste wat ik over zeg is... dat The Force Awakens vond ik een aardig begin. Wat het heel veilig speelde. En eigenlijk gewoon... Maar een reboot, oké, fine, mag. En alles wat werd opgezet, werd gewoon aan de kant geschoven. Ja. Alles. Alles. Wat dan wel weer praiseworthy zou kunnen zijn. Ja, een soort van, dat gebeurt in van The Force Awakens op The Last Jedi. En dan op The Last of Jedi en The Rise of Skywalker gebeurt het weer. Ja, maar dat is voor mij de fout. Dat The Last Jedi nieuwe dingen deed, vind ik juist vet. Nee, want er had één iemand soort van over alle drie de films. Jij had gewild dat ze Empire Strikes Back ook nog een keer hadden gemaakt. Luister even naar wat... Ja, ik hoor wel wat je zegt. Maar mijn punt is... Ik heb zo gelijk dat je er gewoon niet naar wil luisteren. Als je in oude interviews terug gaat kijken van Mark Hamill, George Lucas in de tijd dat Star Wars, de eerste Star Wars uitkwam, toen was deel 2 en deel 3 ook helemaal niet zo goed doordacht als dat er nu gepretendeerd wordt door George Lucas. Dat is Lucas. Bullshit. Dat is letterlijk al debunked. Dit wordt in de wereld geholpen door High Republic lovers en door Kathleen Kennedy beffers. Dat is wel waar. Je kan zijn het deniers. Als je gewoon die DVD's... Weet je wie daarmee is begonnen? Ryan Johnson is begonnen door te zeggen, vroeger vonden ze de Empire Strikes Back ook niet cool. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Dat zit heel anders dan wat ik zei. 50 minuten, nee, dat, waarin oh Empire Strikes Back bij release al als de beste Star Wars film ooit werd onthaald. Dat is iets heel anders dan wat ik zeg. Ik zeg niet dat Empire geen goede film is. Wat ik zeg is dat ten tijde van een nieuwe hoop, zeg maar de story die George Lucas voor deel 2 en 3 bedacht had, echt op losse schroeven... 5 en 6. Ja, sorry. Ja. Maar toen maar je had heel veel dingen door elkaar. Toen was dat nog 2 en 3. Want hij had dus ook nog niet bedacht... Ik ben blij dat je herkent dat er in ieder geval een verhaal werd verteld. Dat het 4, 5 en 6 werd. Hij heeft wel bedacht dat er dingen voor gebeurden. Maar dat hele ding... Star Wars kwam gewoon uit als Star Wars. Niet als episode 4, een nieuwe hoop. Nee, dus het fucking... precies. En 5 en 6, sorry, dat wist hij. Hij wist wel een beetje hoe of wat. Maar superveel dingen zijn gewoon nog thuis. Dat doet er niet toe. Er wordt in ieder geval een verhaal verteld. En dat herken je nu. En dat wordt niet verteld in de sequel trilogy. Er is niks. Er gebeurt niks. Er heeft geen consequenties. Dat komt toch door deel 6 of door deel 9, niet door deel 8. Nee, dat komt door de structuur waarop die hele trilogie is gebouwd. Maar je moet het niet als een trilogie zien. Je moet het als een negologie zien. Gast. Ja, het is één verhaal. Oké, we gaan door. Denk je dat er nog iemand aan het kijken is? Je moet het niet als een trilogie zien. Nee, een negologie. Ik denk niet dat er nog iemand aan het kijken is. Dan is het nog erger trouwens. Weet je, dan maak je al die 6 films wat er daarvoor is gebeurd, maak je ongedaan. Maar mensen hebben hetzelfde gezegd over de prequels. Dat is allemaal kut. Nee, dat had een ander verhaal. Dat had niet met het verhaal te maken. Dat had met... met acteren. Ja, nee, maar er zit in het dat verhaal had met acteren ook wel en regie te maken. Ja. Ja. Oké. Okay. Top verhaal. Bitreactors. Bitreactors Star Wars Tragedy Game.
Dat hoef ik niet. De laatste drie overgebleven. Nou ja, eigenlijk ergens. Nee, dit vinden mensen juist dan amazing. Ik wil er wel, sommigen niet. Ja, nee, dat zou ik zo. We gaan nu weer, het gaat weer normaal door op. Er is een strategy game in development door de brand new Bitreactor Studio. This Star Wars strategy game is one of three in development Star Wars titles EA announced in January 22. Maar is dit er van Respawn? Yeah. It's been a collaboration with Respawn and former XCOM art director Greg Furch. En he leads the studio. Maar dat vind ik wel grappig. Ik zei net van, whatever the fuck. Maar eigenlijk ben ik wel klaar voor een RTS. Ik heb al heel lang niet echt een RTS meer gespeeld. En StarCraft was amazing. Die uitkomen vind ik tegenvallen. Ja, of ik had anno moeten doen. Maar nu is dat the moment has passed. Dus dan wacht ik weer op een volgende. En goede mop te pikken hoor. Ja, in principe ook. Misschien moet ik dat inderdaad doen. Maar als er, weet je, StarCraft was vet. En als je dat doet met fucking Star Wars AT-AT's. Ja. AT-AT's, zoals ik het noem. Een soort van door dat mapje dat crawlen. Dat hebben we eens gehad toch ook? Ik wou het zeggen. We hebben er twee van dat soort games gehad. Empire at War hebben we gehad. En Galactic Battlegrounds hebben we gehad. Die Galactic Battlegrounds, dat was sprite-based. Mensen noemen dat ook een Age of Empires rip-off. En Empire at War was, dat is wat we hier zien. Okay. Maar ja, ik ken dit echt niet. Maar ik kan me voor. Ik vind dit helemaal eigenlijk niet een gek idee dat dit komt. Want als je natuurlijk kijkt, ze hebben nu een third-person action game, ze hebben een kindergame, ze hebben een first-person shooter en ze hebben een strategy game tot nu toe. Ze doen een soort van marveltje. Ze pakken gewoon alle genres en maken ze. Ja. Maar als het sens maakt, is het prima. Spaghetti. Weet je? Ja, maar dat is letterlijk. Ja. Vroeger had ik Super Bombad Racing. Kijk je dat? Dat was een soort Mario Kart met Star Wars. Ja, gigantische bos naast en zo. Was alleen een PlayStation 2. Een bos naast. Wat is Bos Nass is die opper Jar Jar. Jedi. Die was dan een van de characters. En dat was echt een Star Wars game. Hij wilde gewoon zien dat je nog drie keer... Nee, ik verstond het woord niet. Als in Bos Nass. Ik weet niet wat Bos Nass is, maar Bos Nass. Bos Nass. Ja. Nou, de strategy game, blij mee? Ik vond zowel Galactic Battlegrounds als Empire at War cool. Superweg, omdat het past heel erg bij het universum, weet je wel. Ja, dat. Verschillende facties, altijd tof om met de Empire te spelen natuurlijk. En alles en iedereen uit te roeien. Ja. Dus ja, zeker weten. En dan nu een unexpected new game van Heavy Rain en Detroit Become Human developer Quantic Dream. Ik ben hier, dus denk ik het zeikst voor. Ik ook. Ik ben niet eens een fucking Quantic Dream fan. Ik vind het een beetje... Ja, het zijn niet echt games, maar omdat dit toch al geen games zijn, namelijk het is een fucking een franchise of een universum waarin je verhalen wilt beleven, is dit natuurlijk, ja, denk ik dat ze juist hiermee iets heel speciaals kunnen doen. Want weet ik wel, die Star Wars FPS van Respawn, ja, dat wordt ergens, al wordt het geen Battlefront 3, het wordt alsnog ergens een soort van Battlefront 3, want het is een fucking Star Wars shooter. Nou ja, het kan ook een story-driven ding worden wel. Ja, oké, maar het blijft een shooter. Dus ergens is dat soort van, dat ken je. En een Star Wars action game ken je nu ook. En dit, een verhalende, weet je, quick time event game... wat waarschijnlijk een raar verhaal gaat vertellen, want dat is wat zij doen... Dat vind ik heel cool. Het speelt zich af in de High Republic. Daar ben jij fan van, toch? Ik weet niet. Ik heb nog niks van de High Republic gelezen. Ik weet dat mensen het haten. Ik weet het zelf niet. Dus ik ga er niet over oordelen voordat ik het zelf heb gedaan. Mensen haten ook op mag wel, hoor. Je mag er wel over oordelen voordat je dat zelf hebt gedaan. Nee, maar dat kunnen we hier wat ik zag van die trailer... Ik kan het heel goed. Van die trailer... Ik vond het amazing. Fucking vet eigenlijk. Hele vette characters en weirdness. Precies de weirde magic shit en rare gasten. Kijk dan, doe even normaal. Dit is gewoon, is dit a real person? Of is dit... Nee, dit is CGI allemaal. Nee joh. Ja. God, we zijn ver gekomen. Ja, en dit schijnt dus ook High Republic te zijn. ik ben nu weer bij. Maar dit schijnt High Republic te zijn. En nogmaals, High Republic kan ook nu kut zijn. Dat betekent niet dat al kut hoeft te zijn. Nee, helemaal niet. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar denk je dat dit ook gewoon die quick time... Dit wordt gewoon een point-and-click detective-achtige ding... waar Kijk je dan. Gewoon door deze wereld... Looks amazing. Ja, toch? Een detective speelt, want dat is wat ze doen. Maar, keuzes en shit. Ik vroeg om een Star Wars Quantic Dreams games. Ja, dat is echt heel gek. Ja. Hij heeft dat echt letterlijk in een paar jaar terug al gezegd. Van, het lijkt me heel vet om dit te doen. Maar kijk dan, het ziet er amazing uit. Amazing. Maar het ziet er letterlijk vetter uit dan... What? Oh, het is niet... C-3PO. Okay, maar het ziet er letterlijk uit als vetter uit dan alles wat ik in de Book of Boba Fett heb gezien. Ja. Ja. Helemaal mee eens.
Maar ja, dat zegt meer over de Book of Boba Fett. Ja, maar het ziet er ook gewoon mooi uit. Nee, maar, dit is wat ik probeer te zeggen. Life. Als dit is het materiaal wat je kan gebruiken, dan is het een schande wat ze gebruiken in die fucking shit. Hebben ze in de Rise of Skywalker beter gedaan dan. Wat ik zei over de Rise of Skywalker, zeg maar, de trilogie was al kapot. Het was een leuke rollercoaster ride, maar het was echt een domme film. Vindt die beter dan de les? Nou, oké, we gaan het hier echt nog nee, echt, ja, precies. Maar, zonder je moet, oké. De studio has been, share problems recently. Oh, ja. Wat dan? Ja, heel geen veel idee. Problemen zijn er hier bij deze game. The studio has been experienced its own share of problems recently, however, with lawsuits... hoe heet die man, David Cage? It's not clear how far along Eclipse is. Ja, nee, maar dat maakt ook voor de rest helemaal niet uit. Het moet gewoon uitkomen wanneer het af is. En David Cage is natuurlijk gewoon een hele moeilijke kerel. Als het nooit uitkomt en ze blijven gewoon dit soort trailers maken, dan vind ik het ook vet. Het moet wel uitkomen, zonder als het niet uitkomt. Ze moeten dit soort dingen ook voor Star Wars series gewoon even... Zeker, ik wil ook Star Trek van dit soort dingen. Ja, maar ik krijg kippenvel als ik deze trailer zie. Ja, de eerste keer dat ik hem zag, had ik dat ook. Waarom? Wat hoor ik? Water. Zal de afwasmachine aanstaan boven? Ik denk het. Dat is een nieuw geluidje. Nieuwe studio. Nieuw geluidje. Oh, wat gebeurt hier? Of het is de orkaan die buiten aan het woeien. Dat zou ook nog. Het dak is te open gebroken. We moeten er nog drie, jongens. Sick. Allereerst de Knights of the Old Republic remake. Ja, ja. Daar heb jij het dan al een beetje over. Ik denk dat die kut gaat worden. Tuurlijk. Ja? Die game was toen mega amazing. Maar dat is nu wordt het gewoon, weet je, net zoals de Mass Effect trilogy, gewoon een game uit fucking 2008. Denk je dat, en dit is dat wordt het een beetje zoals GTA? Wat ik had begrepen is al dat ze veranderingen gaan doen aan het battle systeem. Dus dat gaat waarschijnlijk real-time worden en niet meer, Het was al een soort van real-time natuurlijk, maar ze gaan het in ieder geval iets anders insteken. In ieder geval dat niet het hele beeld ook stil komt te staan wanneer je een enemy tegenkomt. Maar het ding is, het is Aspyr Media. Wat hebben zij gemaakt? Ja, niks. Maar dat is mijn hele punt. Ze hebben alleen maar af en toe ook nog best wel crappy ports van Star Wars games gemaakt. Okay. Dat is het enige wat ze hebben gedaan. Ja, nou ja, en nogmaals, dit soort shit, je speelt gewoon een oude game. Ja, maar... En dan zeggen ze, het is nieuw, 4K, opgepompt. En het ziet er nog steeds uit als een oude lelijke game. Ja, ik snap nooit dat mensen zeggen, nee. Helemaal nieuw, maar dat is natuurlijk graphics. Dat is niet altijd zo. Die shit is lelijk. Dat is niet altijd bijna zo. Altijd ja, zo. Ja, je haalt nu remaster, remake door elkaar. Dit is echt helemaal nieuw gemaakt. Okay, maar we weten ook nog niet hoe het eruit ziet verder, hoor. Maar, dus gaan ook de gameplay moderniseren. Dus er valt er heel veel mee te doen om echt een geweldige game mee te maken. Alleen, het is Aspyr Media. Maar hangt er natuurlijk boven en die zijn boos. Als je echt tomeloze ambities hebt om dit waar te maken. Aspiration, Aspire. Ja. Nee, maar dan zet je niet Aspire erop. Ja. Heel eerlijk. Dat is de naam is wel. De naam is mee. Dat ze meer hoop doet leven dan ervaren. Als we dat als een naam doen, misschien dat iemand het gelooft. Ja. Nee, maar ja. Ze hebben het in ieder geval goed bedoeld. Ze hadden de studio ook best niet wel aardig kunnen noemen of zo. Maar dat is toch raar. En ik denk dat EA hiermee, of Disney, ik weet niet wie deze call heeft gemaakt, maar heel erg onderschat hoe goed Knights of the Old Republic is en hoe insane dat is. Ja, maar dat maakt dus ergens niet zo heel veel uit, want hij was goed. En ja, misschien is hij nu niet meer goed. En dat betekent niet doet voor mij ook geen afbreuk, hoor. Nee. Dus oh, studio goed genoeg is echt een vette naam voor een bedrijf. Ja. Ik vind dus Creative Business Unit B12 of zo. Zoiets vind ik echt amazing. Er is dus zo'n Creative Business Unit 3. Ja, dat is insane vet. Verre van creatief. Ja, maar daarom niet verre van creatief. Ja, precies. Ja. Dit was een game waarvan ik dacht, oh vet. Maar toen, omdat Bounty Hunters, dacht ik. Maar dat is niet. Het is Star Wars Hunters. Nee, dit wordt ook kut. Dit wordt een soort van dit wordt Fortnite Zynga. In Star Wars land, toch? Jezus, dit is echt heel erg Fortnite. Ik krijg kippenvel op de verkeerde manier op mijn rug. Hunters met een set is. Ja, precies. Ja. Maar jij vindt het vet, toch? Nee. Ja. Wij vinden dit niet cool, dus jij moet nu zeggen dat je het cool vindt, Joey. Oké. Ja, ik ga dit wel spelen. Er zit kijk hoe vet er zit een boekie, boze jongen. Luke Skywalker in. Dat kijk dan. Vet. Kijk dude, hoe vet die boekie is. Even wel naar Boba Fett. Wat in Boba Fett wel heel vet is, is een zwarte Wookie. Ja, damn, ja, met zich stuff die komt of uit de comics. Die komt rechtstreeks uit de comics. Maar amazing dat maakt character. Uit. Dit komt toch ook... Ik vind die soort van half robot... Een robot Jedi vind ik wel cool. Nee, maar wat er mij uitmaakt is... Dat hebben zij niet de wereld ingebracht.
Dat was er al. Ja, oké. Okay. Ja, maar ja, dus, ik ken dus, zo het kan je niet. Punt maken voor heel veel dingen in Star Wars. Nee, toch? Het zou toch vet zijn als zij vette dingen doen en in de wereld brengen. Maar zij hebben bijvoorbeeld weer een Darksaber misschien bedacht. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Oh, die Power Rangers shit, zoals zij dat noemen. Ja, er waren al, we hadden al podracers, hoe heet die dingen? Gewoon ja, maar die waren er al. Dat voelde nog best oké. Hoe heet die riders? Waarop Boba Fett de hele tijd zelf aan het doen. Dat is cool. En ineens zijn er nieuwe scooters. Het voelde een beetje als Back to the Future. Voelde dat Tokyo Drift zo. Alsof ze Tokyo Drift. Die hele fucking film. Oh, dat. Ja, het was maar met meets Power Rangers en de Tokyo Drift. Nee, het was echt heel kut. Anyways. En dit is een game voor mensen die dat cool vonden. Ze hebben wel podracers. Je had vroeger een podracer game. Moet je kijken, ook die animaties zien er ook echt heel kut uit. Het is een mobile game ook, hè? Hij komt naar Switch en mobile. Dan, dit gaat inderdaad gewoon monster drinkende sukkels die nog niet weten hoe vet Star Wars is. Gaan dit op een gegeven moment spelen. Een keer, eventjes. Ja, ik denk dat niemand dit gaat spelen. Jawel. Ja? Ik ga het downloaden om te kijken, maar... Dat bedoel ik, dat alleen al. Ja, maar dan zeg jij, het is eigenlijk best ik denk niet dat zit het op de trein te spelen. Als dat zo is, dan zou ik dat eerlijk zeggen. Nee, ik denk het ook niet. Precies dat. En dan de laatste. Het Ubisoft Star Wars. Ja, hier weet ik dus helemaal niks van. Mag ik het even voorlezen? Ja, graag. Ja, heb je wel gezien toen die werd onthuld? Oh, was dat die trailer ook? Ja. Die was ook fucking vet. Ja. Mogen we de trailer zien? Dat het eerste Avatar was. Omdat ze ook een Avatar game maken. Niet dat we hier een trailer van hebben eigenlijk. Ja. Maar, ja. Als we voor alles een trailer hebben, maar niet dit. Ja. Nee, dus hij is niet groen gemaakt. Ja, nu kunnen we het stukje niet voorlezen. Denk je dat ik het uit mijn hoofd heb geleerd? Nee, maar wat voor game? Misschien weet jij het. Hij is van Massive Entertainment, in ieder geval van Ubisoft. En er is een trailer voor redactie. En het is een open wereld RPG. Dat was het inderdaad, ja. Het was een fucking open wereld RPG. Dus misschien ben ik hier dan wel ineens het saaikst voor. Maar laatst was Abel vet snel. Er was er ineens een trailer. Ja, hij is vast bezig. Misschien als je lang zeggen over hoe... Misschien kun je het heel in de ondertussen nog heel even dan hebben over de megalogie. Je hebt een hele vette fan-edit van The Rise of Skywalker. Ja. En ja, dan het was eigenlijk een grapje wat ik. Hou eens op met die gore kutshit hier aan. Nee, maar Rise of Skywalker. Ga je mond los. Rise of Skywalker is kut. Maar dit is oprecht een vette fan-edit wel. Als je maar lees het even op. Oké. Announced as EA's exclusivity period for the Star Wars franchise came to an end. Ubisoft's The Star Wars Project, as it's currently known, is in development as Massive Entertainment, the same studio behind The Division and its sequels. Like those games, this Star Wars game will make use of the Snowdrop engine and will Snowflake be set engine. In... What? The Snowflake engine. In an open world with a focus on narrative. Yeah. Given that we have seen nothing of the game yet, it remains to be seen when it will actually release. 2024. Ik heb hier staat dat we. Weet je waarom? Ja? Als je puur kijkt naar gameplay en ook met die Division games. Amazing. Die steken heel goed in elkaar. Ja. Voelt fantastisch ook. Ja. En de wereldbuilding is vet. Het enige wat echt kut is verhaal. Verhaal. Maar ze zeggen hier dat het voor geen meter. Op narrative wordt omdraaid. Maar daarom. Snap dat ik er een andere studio op film games bij is. Snap je? Ja, ja oké, okay, fair enough. Dus dan hopelijk pakken die dat dan aan. Want dat is juist niet waar Massive goed in is. Ja, exact. Dat dus ja, ik weet het niet. Maar ik hou natuurlijk van dat soort spelconcepten. Maar werkt dat wel met een... Dit kan trouwens wel een Bounty Hunter ding zijn, hè? Dit voelt wel heel erg alsof in Ubisoft, open world, bla bla bla. Dat voelt een Bounty Hunter. Wordt dit niet een beetje 1313 ook? Zou kunnen, ja. I don't know. Dat is wel, maar jullie hebben wel een trailer gezien. Ja, dat was echt de mooiste trailer van vandaag. Hij is weg misschien. Hij is niet te vinden op YouTube, denk ik, dat er wordt gezegd Star Wars redactie. Massive. Ja, kijk ook het nu ook. Ja. Maar nou ja, nee, misschien is hij eraf gehaald. Er zat misschien iets heel... hebben ze niet gezien, maar er zat weer iets heel politiek incorrects in of zo. Weet ik. Je ziet ook niet zoveel. Zwarte hoek. Je ziet ook eerlijk gezegd niet zoveel. Je ziet gewoon wat omgevingen. Ja, oké, maar dat is dus wel... Wat voor een, want Star Wars, is het een soort Coruscant-achtige planeet? Is het allemaal planeten? Is het... Dat weten we nog niet. En is het first person ik of ben volgens mij third? Fucking in the war. Ja, maar dan? Die trailer die we hebben gezien, dat was van Eclipse. De Avatar game. Dat was het. Het was wel een Avatar game. Star Wars, man. Dat is wat. Ik wou net... Ja. Dus de redactie... Heb je die trailer? Kan ik die ook zien? Die wil ik ook zien eigenlijk wel dan. Is die vet? Maar dan zie je dus gewoon wat omgevingen, that's it eigenlijk. Ja. Maar wel mooi. En we dachten toen dat het een Star Wars game was, maar het was uiteindelijk inderdaad een Avatar game. Ja, we dachten dat we daarvoor het eerste beelden dan zagen inderdaad. Die vorige Avatar game was... Anyways, hier heb ik dus ook veel zin in. Ja. Nou, de redactie vraagt nog eventjes of je Avatar, nou ja, omdat Yui hem nog niet heeft gezien. Sluit hem af met Avatar, wat volgens sommigen toch de nieuwe Star Wars is.
Dit is volgens alleen, jij. Alleen zeker. Volgens. De, alleen, nee, alleen volgens. Alleen ik wou net zeggen, wij haten Avatar echt met een passie. Dus het zou heel erg wat voor jou geweest zijn om het heel tof te hebben gevonden. Nee, niet heel tof. Ik haat het niet. Maar hoe heet, wie heeft, hoe heet die regisseur nou? Van? James Cameron. James Cameron vindt het wel de nieuwe Star Wars. Ja, daar hebben we het ook altijd over. Hij moet de film ook verkopen, hè? Daar hebben we het ook altijd over. Nee, alleen maar het team van Avatar mij, vindt Avatar pivotal. Na Endgame is het de meest lucratieve film aller tijden. Nee, sterker nog, boven Endgame. Ja, maar ze hebben hem opnieuw... Dat was wel een beetje naai. Endgame kwam er boven en toen hebben ze hem opnieuw uitgebracht in China, waar het schijnbaar huge is. Ja. En, bizar. Ja. Ik vind het een hele spannende televisie. Ja, zeker. Dit, maar hoe vond je het je eerste item leiden? Ja. Lastig, hè? Vergelijk al ruzie. Er zit hier één iemand te slapen bijna en jullie hadden zelf bijna ruzie. Een soort het lagerhuis was het. Het was heel erg lagerhuis, ja. Vond wel aardig aan. Kijk. Toen dachten we dat dit Endor was of zo, weet je wel? Nee, dit is Pandora, zie je meteen. Ja, jij wel. Als fan weet jij dat. Even kijk af en toe nog een keer, joh. Het is gewoon vermakelijk, hoor. Dat bedoel ik. Zie je, hij draait al bij. Precies, het is vermakelijk, maar wij willen wat meer dan vermakelijk. Jij bestempelt alles met vermakelijk. Ja, dat is niet genoeg voor mij. Ik wil gewoon vette shit. Niet vermakelijke shit. Dit was het? Ja. Oh. Ja, ongeveer zoiets. Gebeurt niet heel veel, hoor. Maar het is ook ik wil een vette Jurassic Park game. En niet die Evolution shit, maar gewoon in een truck rijden en schieten. Ja. Dat is een T-Rex sound. Een Jurassic Park, een Uncharted game zou heel goed. Crash Bandicoot wegrennen. Ja, Uncharted. Niet Crash Bandicoot, wat de fuck. Bandicoot. Je kan het weer niet los zien van elkaar. Net zoals bij Lego Star Wars, maar dan... Dat, natuurlijk. Je bent gewoon een weirdo, man. Absoluut. Maar, ja. Moet je niet de schuld bij mij neerleggen. Ik vind het best wel vet uitzien. Ja, ik denk dat dit toffer is dan die films. Ik weet niet wat je in deze... maar als je op zo'n ding door de lucht kan vliegen rijden... Zal het een monster zijn? Zo. Ja, je hebt niet echt monsters daar, toch? In het universum. Dat alleen maar. Wel. Ja, maar een levensgevaarlijke jungle. Meneer, dit zijn de monsters, man. De mensen zijn de monsters, dat snap je toch? Exactly. Die. Zo, maar dat zou ik heel vet vinden. Dat je met zo'n paarse, blauwe lumpia... een soort van gewoon mensen doormidden. Gewoon mensen. ik wil dus meer games waar ik niet met mens tegen ben. Nee, als alien gewoon alleen maar dat je single purpose is... om het menselijk ras te decimeren. Lijkt me zo mooi. Alien space aarde moet vinden en dan amazing. Mee hebben. Ja. Ik moet gewoon nog even bijkomen van paarsblauwe lumpia... die mensen doormidden. Ja. Je had vroeger eens Alien Invasion of zo, toch, die games? Dat was kut. Dat was een soort van cartoony-achtig, maar dan moest je dat wel doen. Geen idee, man. Nee, ja, die ken ik ook niet. Wat een lange trailer eigenlijk. Ja, dit is best wel veel. Maar dan bedoel ik, dus dit vind ik lijkt me best leuk om eventjes in een game te doen. Maar ja, nu zie je dus een dogfight. Ik denk dat met muziek, de muziek doet de trailer meer eer aan, denk ik. Ja, dat is natuurlijk net deed hij al. Hij moet er zo doorheen. Dat zou fucking vet zijn ook. Denk je dat het een soort van multiplayer tegen elkaar is? Humans? Nee. Ik denk dat het een soort van hele... Dit wordt ook een verhalende singleplayer game, denk ik. En ik hoop niet dat het alleen maar in de lucht is. Maar nee, dit wordt dit is niks. Dat vet. Ik weet het al, dit wordt niks. Frontiers wordt het doen. Nou, toppie. Jongens, mijn horloge zegt dat het tijd is om te gaan staan. Ja, dus, echt. Maar wat vond je van de sequel trilogy? Dat zien we in een ander item. Kijk het nog eens een keer. Hoe eindigt Star Wars altijd? Zo hoog. Dat is niet de goede toonhoogte. Dat was hem. Bye.